En zodra het hulpverleningsvoertuig ter plaatse komt, zal de bevelvoerder een eerste schouwing doen van de situatie. De bevelvoerder gaat u herkennen door de twee zwarte strepen bovenaan geplaatst op de helm. Maar hij draagt dus ook een rode schouderstukken. Bij een dergelijk ongeval is het ook belangrijk dat u als burger kunt instaan voor het afbakenen van de zone, zodanig dat het slachtoffer een tweede maal wordt aangereden. En u merkt ook dat de mensen onmiddellijk overgaan tot het uitzetten van een veilige perimeter. In het technisch hulpverlening gaat men overgaan tot het creëren van een eerste bufferzone in de 5 meter zone. Dit is een plaats die enkel betreden wordt door ambulanciers, hulpverleners en ook mensen van het medisch urgentieteam. En er zal ook een zeer duidelijke communicatie gebeuren tussen de bevelvoerder en de mensen van de medische discipline. Nu, het voordeel van de hulpverleningszone is dat het is niet omdat er morgen een verkeersongeval gebeurt op het ongebied van Lebbeke, dat de post Lebbeke gaat uitgestuurd zijn. Het kan zijn dat de post Lebbeke bezig is met een brand en dan gaat die assistentie krijgen van de dichtstbijzijnde post, met name brandweer Dendermonde of de post brandweer Degenhout. Wanneer een slachtoffer terechtgekomen is onder een voertuig, zal men bij de bevrijdingstechniek over gebruik maken van vetterkussens. Dit zijn kussens die door middel van perslucht aangedreven worden of bediend worden. En deze kunnen een totale hefkracht van 40 ton realiseren. Deze demonstratie gebeurt nu met een klein voertuig, maar ik geef u graag mee dat deze hefkussens gerust een zware camion of een autobus kunnen optillen. Een eerste taak die erin bestaat, dat is het voertuig voldoende stabiliseren, om ervoor te zorgen wanneer men het voertuig gaat optillen dat het niet gaat wegglijden. Bij deze reddingstechniek maakt men gebruik van twee paar hefkussens die op elkaar geplaatst worden. En u merkt, op dergelijke wijze wordt het voertuig opgetild en kan het slachtoffer door middel van tractie via de wervelplank van onder het voertuig getrokken worden. Dit is uiteraard een demonstratie, maar in reële toestanden zal daar de ziekenwagen en ook het medisch urgentieteam bij betrokken geraken. Het technisch personeel, zal ik dat zo ook genoemd worden, zullen een blijvende controle uitoefenen op de stabilisatie van het voertuig. En u merkt van zodra dat het voertuig voldoende omhoog getild is, dat men kan overgaan tot het evacueren van het slachtoffer. Het slachtoffer is inmiddels bevrijd en het kan overgedragen worden aan de medische diensten voor afvoer naar het ziekenhuis. De brandweer zal deze site blijven bewaken, zal er ook voor zorgen dat eventueel olieplekken en eventueel lekkende brandstoffen dat niet opgevangen worden.